mensen van Noobgamer, leuk jullie te kijken naar een nieuwe episode van Survival Island. Ik ben best wel heel erg boos en ik vind dat jullie ook best wel even respect voor mij mogen hebben. Want ik was net lekker Survival aan het Island aan het opnemen. En toen gebeurde er iets heel erg naast. Ik was namelijk aan het vissen en ik heb wat fucking episch gevangen. Namelijk een enchantment boek met punch 2, knockback 2 en fire protection 4. En een saddle trouwens, maar ja, die saddle ben ik niet bepaald blij om. Want ja, een saddle is niet zo heel erg speciaal, want daar hebben we er zat van. Alleen toen zag ik dus dat mijn gamegeluid op 100% stond en mijn stem op 30%. Dus jullie hebben de hele, als ik die episode had geüpload, zouden jullie de hele episode door alleen maar het gamegeluid hebben gehoord. Dus toen heb ik maar besloten om het toch maar even opnieuw op te nemen deze episode. Want anders zouden jullie de hele episode alleen maar moe moe, tok 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 hebben gehoord. Omdat we hier bij een boerderij zitten. Mijn excuses daarvoor. Gelukkig heb ik nu wel een heel goed boek erbij. Oh, hier is nog een vis die ik net heb gevangen. Neem ik die ook gelijk even mee. Alleen ik vind het heel erg jammer dat het is gebeurd. Want mijn reactie was pittig grappig. Als jullie nou denken van ja, Job, ik wil eigenlijk wel dat je die video toch nog een keer upload. Laat het dan hier beneden weten in de reactie. Dan zorg ik gewoon dat ik mijn reactie alleen nog een keer upload. Dat kan ook. Dan knip ik gewoon het stukje waarbij ik het boek vang eruit. En dan upload ik die gewoon een keer apart. Dat zou ik best wel willen doen. Maar dat ligt aan jullie, dat lees ik hier beneden wel in de reacties. In ieder geval de vorige episode weer meer dan 1000 likes. En ik hoop dat we deze episode de 1500 likes kunnen halen. 1, omdat ik deze episode lekker ga vissen met mijn fucking vette vishengel die wij de vorige episode hebben gevangen. En 2, omdat dit de tweede keer is dat ik voor jullie een Survival Island video opneem. Wegens het, het gamegeluid dat veel te hard stond. Ik heb al wel wat in de Book of Fame geschreven, zoals jullie kunnen zien. Ik zal het even laten zien. In de Book of Fame in mijn dagboek. Ik ga zo meteen gewoon weer wat in mijn dagboek schrijven. Want ja, weet je. Kijk, dit is wat ik erin had geschreven. En dit is degene die ik in de... Dit is degene die ik in de Book of Fame had gezet. Max Alassere. Dus die blijf ik lekker in staan. Alleen moet ik aan het eind van deze episode even iemand anders in de Book of Fame schrijven. In ieder geval, wat heb ik dus gevangen deze episode? Of eigenlijk niet zozeer deze episode, maar in de episode die jammer genoeg niet goed was opgenomen. Daarin heb ik gevangen een enchantment boek met punch 2, knockback 2 en fire protection 4. Alleen het probleem daaraan is dat ik dus moet kiezen wat ik wil. Of ik zet een, ik geef een bow of een zwaard punch 2 en knockback 2. Of ik geef een stukje armor fire protection 4. Jullie mogen hier beneden in de reacties achterlaten wat jullie denken dat het beste is. Moet ik een stukje armor fire protection 4 geven? Of moet ik een zwaard of een bow of iets anders knockback 2 en power 2 geven? Laat het hier beneden weten in de reacties. Spam het lekker onder. En dan ga ik de volgende episode kijken waar ik het best op kan zetten. Voor de rest was ik net even aan het kijken toen ik zeg maar dacht dat ik opnam. Toen ben ik erachter gekomen dat als ik deze en deze bij elkaar zou doen voor 37 experience. Dat ik dan niet Luck of the Sea 2 zou hebben, maar Luck of the Sea 3. Jullie kunnen dat ook even in de reactie achterlaten of ik dat wel moet doen. Zelfs zat ik het beter te denken om het niet te doen. Want anders ben ik 2 episodes bezig om aan 37 experience te komen. En dan is het ook nog eens zo dat ik in 1 keer die 37 experience kwijt ben voor 1 power-up. En ik vind dat persoonlijk een klein beetje zonde. Dus ik zit eraan te denken om dat liever niet te doen. Maar... op dit moment staat er een nieuwe episode op mijn Engelse kanaal, Un English Dutchman. En ja, zoals gewoonlijk, de link staat boven in de beschrijving. En iedereen die video liked en een Engelse reactie achterlaat van bijvoorbeeld leuke video, ik heb dit geliked, maar dan in het Engels, die maakt de kans om de volgende episode van Survival Island, wat dan morgen is, in de Book of Fame te komen. Dus wil je in de Book of Fame, check de link bovenaan in de beschrijving, like die video even. En wil je nou niet in de Book of Fame, dan zou ik het gewoon heel erg waarderen als je even die video een like zou geven. Want ik ben nu dus al voor de tweede keer bezig om dit op te nemen, terwijl ik eigenlijk andere plannen had voor vandaag. Maar ja... Het kan niet anders. Ik wil gewoon voor jullie Survival Island hebben. Omdat ik jullie enorm grote bazen vind. En dat is denk ik ook de reden waarom ik dan toch maar ervoor koos. Om het opnieuw op te gaan nemen. Want de vorige episode heb ik even teruggekeken. En het geluid was veel te hard. Je hoorde alleen mijn reactie. Omdat ik dan helemaal... Oh my god, oh my god. Dus dat hadden jullie wel kunnen horen. Maar dat is ook maar 10 seconden. Dus als jullie die reactie van mij toch nog een keer geüpload willen hebben. Van 10 seconden lang. Het stelt niet heel veel voor. Ik ben alleen heel erg blij dat ik het heb gevangen. Dan kunnen jullie dat hier beneden in de reactie achterlaten. En dan kan ik hem misschien wel een keertje uploaden. Gewoon een keer tussendoor. Bijvoorbeeld om 9 uur 's avonds of zo. Weet je wel, gewoon een keer voor de lol. Maar dat ligt ook helemaal aan jullie. Dus wat jullie in de reactie moeten achterlaten is 1. Wat ik moet gaan enchanten met dat boek. 2. Moet ik deze 2 vissenhengels met elkaar combineren voor 37 XP. Hou er wel rekening mee dat ik dan 2 hele episodes alleen maar moet gaan minen. Ik weet niet of jullie dat wel leuk vinden. En laat natuurlijk even een duimpje achter op de nieuwe video. Opening is Dutchman. That's it. Dat is eigenlijk alles wat jullie... Wat ik van jullie vraag. Jullie moeten dat niet doen. Maar ik vraag het aan jullie. En ik zou het heel erg fijn vinden als jullie dat zouden willen doen. Dus dat is ook de tweede keer dat ik Survival Island opneem. Want ja, OBS dacht... Fuck die shit. Ik ga expres het gamegeluid... Nee, dat heb ik gisteren zelf gedaan. Omdat ik gisteren wat stukjes moest opnemen van iets. Dat is voor een cinematic. Oeh, spoiler. Nee, maar dat is altijd zo vervelend. Want dan vergeet ik mijn gamegeluid van 100 niet naar 30 te zetten. En dan staat mijn microfoon nog op 30. En dan is dus precies het omgekeerde van wat ik normaal heb. Want normaal zijn mijn instellingen van OBS gamegeluid 30. En stemgeluid 100. En nu had ik dat dus andersom. En dat was pittig vervelend. Maar ja, daar kan ik vrij weinig aan doen. Dus ik hou het maar gewoon even zo. En ik neem nu gewoon even een nieuwe episode op. En hopelijk staat het geluid nu wel goed. Ja, het staat nu wel goed. Het zou echt kut zijn als het nu weer niet goed stond. Ik zie mezelf daar nog eigenlijk wel voor aan. Dat ik nu gewoon weer aan het opnemen ben met het gamegeluid hartstikke hard. En het microfoon hartstikke zacht. Maar nee, dat scheelt weer. Dan hebben we gewoon 2 keer zoveel tijd om iets aan te richten op dit eilandje. Een aanslag? Nee, dat niet. What?
Wat? Seriously? Again? Oh my god, dit is ongelooflijk. Gewoon in een half uurtje tijd. Nou, dus in dat kwartiertje wat ik verkeerd had opgenomen, heb ik een boek gevangen met punch 2, knockback 2 en fire protection 4. En nu vang ik gewoon weer een boom met power 4 en flame 1. Fuck yeah, mensen. Daar ben ik echt super blij mee. Ik hoop echt dat we de 1500 likes kunnen halen voor deze episode. Wij hebben zoveel geluk, mensen. Holy shit. Nou, hier gaat hij ook maar weer bij. Hoppakee. Deze, die had, deze is natuurlijk veel beter, maar holy shit, mensen. Deze heeft trouwens power 4. Dat is ook wel epic. Oh yeah, bitches. Oh, daar ben ik zo enorm blij mee. Daar kan ik echt zo van genieten. Gewoon in, ja, eigenlijk in twee episodes. Want ja, de vorige episode is niet goed opgenomen. Wat eigenlijk deze episode hoorde te zijn. Toen hebben we dit epische boek gevangen. Waarbij jullie even in de comments moeten achterlaten waar die op moet komen. En nu vangen we gewoon weer een heel goede bow. Holy shit. Pufferfish erbij, ook altijd fijn. Ik kan wel zeggen dat ik heel erg blij ben. Trouwens, als deze bijna op is en nog maar één durability hebt, zit ik eraan te denken om die gewoon bij een normale vissenhengel te doen. Zodat deze wel weer gerepaired wordt. Want ik vind het zo epische vissenhengel. En lure 2 zorgt ervoor dat je sneller een vis vangt. En Luck of the Sea zorgt gewoon voor dat je minder kans hebt op junk. Dus minder kans op troep en meer kans op zeldzaamheden. En dat hebben we kunnen zien, want we hebben weer een fucking goede bow erbij. Tenminste, power 4 en flame 1, dat is zeker weten een goede combinatie. Dan gebruik ik die bow gewoon voor als ik naar de nether ga. Dan gebruik ik die andere bow bij de Ender Dragon. Dus dan hebben we weer een soort van backup. Fuck yeah, ik ben er echt super blij mee. Dus mensen, het zou echt vet zijn als we de 1500 likes halen. Eén, omdat ik deze episode voor de tweede keer opneem. En ook al heb ik andere plannen. En ja, gewoon natuurlijk omdat ik dit fucking epische ding vang. En dat is een boom met flame. Ja, weet je, flame 1 is wel fijn omdat je dan hetzelfde fire respect op een soort. Je krijgt gewoon cooked beef bijvoorbeeld als je een koe ermee kilt. En power 4, dat maakt hem gewoon heel erg sterk. Dus in principe heb ik niks te klagen. Het zou wel heel mooi zijn als we deze episode weer wat zeldzaam zouden vangen. Naast die bow, zeg maar. Als we nu bijvoorbeeld een Bianca zouden vangen. Zeg maar een bomen dan nog met betere enchantments zoals dit. Terwijl ik eigenlijk al heel erg blij ben met power 4 en flame 1. Dan ben ik echt al helemaal over de top verliefd op, om het even zo te zeggen. En natuurlijk hebben we dat enorm goede boek. Dus daar ben ik ook heel blij mee. Dus fuck yeah, laat even een duimpje achter. Het zou heel erg leuk zijn als we de 1500 hiervoor halen. En wat mijn idee eigenlijk is om nu te gaan vangen. Het liefst zou ik nu hebben nog een enchantment boek. Dat lijkt me heel erg vet om te hebben. Dan eentje met infinity. Dat zou ik echt heel vet vinden. Dan kan ik dat namelijk op een bow zetten. Dat zou echt de shit zijn. Dan hebben we namelijk een bow met power 3, punch 3, flame 1, unbreaking 3 en infinity 1. Dat zou een bow zijn die we gewoon voor altijd kunnen gaan gebruiken, weet je wel. Dat zou echt de shit zijn. Oh, die zou ik dan ook gelijk weer gaan repairen wanneer die kapot is. Maar in ieder geval, mensen. We hebben dus deze episode alweer een hele mooie bow erbij gevangen. We hebben deze episode gevangen een... ik noem het gewoon even deze episode. Een boek met punch 2, knockback 2 en fire protection 4. Dus ik moet kiezen of ik maak een zwaard met punch 2 of knockback 2 of een bow. Of ik kies ervoor om een helm of iets te krijgen met fire protection 4. Zelf denk ik dat het beter is om een diamond helm te gaan enchanten. Dus dat we dan ja, die ook met fire protection hebben. Net zoals onze torso. Maar dat ligt ook een beetje aan jullie. Zoals jullie zien, mijn experience gaat ook lekker omhoog door het vissen. Super dope. Ik krijg experience en spullen. Wat wil je nog meer? Super nice. En daar komt er eentje. Oh! Een name tag! Fuck yeah! Oh yeah, bitches. Oh yeah, bitches. Een name tag. Een fucking name tag. Oh yeah. Ik moest even snel kijken of die wel opnam. Weet je wat dit betekent, mensen? Dat we ons paard in de nether eindelijk een naam kunnen geven. Dus nu moeten jullie nog meer in de reacties achterlaten. Als eerste, wat is een goede naam voor mijn paard in de nether? Als tweede, ja, heel veel mensen gaan dinnerbone zeggen. Maar dat vind ik sowieso normaal. Moet echt even een vette naam zijn. Als tweede, waar moet ik het boek op gaan zetten? En als derde, moeten jullie in de comments achterlaten. Wat moet je nog meer in de comments achterlaten? Weet je, het interesseert me ook niet. Vissen voor de win, bitches. Oh, we hebben zoveel geluk, hè. In één episode, een saddle, een name tag, een bow met power 4 en flame 1. En een boek met fire protection 4, power 2 en knockback 2. Ik zweer het je, dit is zo epic, hè. Dit moeten we vaker gaan doen. Gewoon even lekker een episode gaan vissen. Kijk wat je vangt, niet normaal. Je krijgt XP, je krijgt spullen. Ah, ik ben zo blij, dit is echt zo nice. Oh, yes, bitches. Hier kan ik echt blijven worden, zoveel goede spullen. Dat is echt dope, ik bedoel, kom op. Oké, we gaan nog even drie keer proberen te vissen. Drie keer scheepsrecht. Scheepsrecht, ja joh, drie keer scheepsrecht. Nee, scheepsrecht. En ik heb trouwens ook weer drie pufferfish. Dus die kunnen we ook weer potions van maken. Oké, dit is de tweede keer. En de derde keer. Geef me een enchantment boek alsjeblieft. Een enchantment boek. Of een enchantment gear. Dat vind ik ook goed. Gewoon een enchantment gear. Wollen een enchantment gear. Nee, gewoon of enchantment gear. Ik vind het allebei goed. Ik neem nu even genoegen met alles. Want ik ben nog super blij met die name tag. Dat is als eerste waar ik al heel blij mee ben. En natuurlijk met dat saddle vind ik ook een dope om te hebben. Met dat saddle. Jop, Nederlands. Ik begin een beetje raar taaltje aan te leren bij mezelf. Niet best. Daar komt er eentje hoor. Oké. Nou, ik ga er nog één keer dan.
Ik vind het zo nice, dat vis. Dat vind ik echt leuk. Ik vind dat zo'n leuke feature die ze hebben toegevoegd bij 1.7. Dat je nu gewoon vishengels kan enchanten en ook nog eens allemaal vette dingen ermee kan vangen. Daar kan ik gewoon echt blij mee worden, serieus. Zo. Jadiyadiya. 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 Ja, ja. Nice dit, echt niet normaal. Oké. Okay. In de hoop dat we nu nog één, weet je, ik doe het nu gewoon nog twee keer. Dat vind ik leuk. Dus leuk, vind ik leuk. Oké, okay. We zitten op dit moment ook al best wel veel vis. We zitten op dit moment namelijk al op 21 vis. Omdat ik nu technisch gezien al 2 episodes aan het vissen ben. Omdat die 1 episode niet goed is opgenomen. En come on. Ik kan echt niet stoppen. Kut, ik ben verslaafd. Ik ben verslaafd aan vissen. Ik vind het zo leuk. Het zijn een paar dingen aan Minecraft die ik leuk vind. 1 vis, omdat je niet weet wat er aan je hengel zit. En 2 enchant, omdat je niet weet welke spullen je erop krijgt. Dus welke enchantment. Die 2 dingen vind ik zo leuk in Minecraft. Daar kan ik echt een hele episode lang blijven doen. Nou, zoals jullie kunnen zien, dat kan ik wel 2 episodes lang blijven doen. Dat vind ik zo leuk, hè. En dan ook nog eens zulke goede dingen vangen. En ook alweer bijna 10 XP. Ik bedoel, wat wil je nog meer? Dat vind ik leuk. Come on. Zo doen we die shizzle. Alleen gaat mijn ding wel bijna op. Ik kan daar ook nog maar 37 keer ingooien. Maar ja, ik denk dat we in die 37 keer heus nog wel een paar zeldzame dingen kunnen vangen. Dat is al super nice. Jullie kunnen uiteraard ook in de comments laten weten wat ik de volgende video moet doen. Moet ik weer gaan vissen? Moet ik gaan minen? Jullie mogen het in beneden laten weten in de reacties. Ik ben heel benieuwd wat jullie willen van mij. Kom op, daar is er weer een. En het is een vis. Ja, dat was ook wel te verwachten. We gaan gewoon tot 10x spelen. Dat vind ik een mooie statement. Ik kan namelijk toch niet stoppen. Maar nee, super nice. We hoeven in de boekenfame eigenlijk ook niet echt iets te in de boekenfame en in het dagboek hoeven we eigenlijk niks te schrijven. Want het is eigenlijk precies hetzelfde wat er nu is gebeurd. We hebben gewoon zeldzame dingen gevangen. That's it. Alleen nu hebben we een hele mooie bodem bij. Dat is echt nice. Ik moet even wat dingen dumpen voor als ik zo meteen iets zeldzaams binnenhaal. Het wordt nacht, dus nog 1 keer binnenhalen. En dan stop ik. Ik heb killpijn namelijk. Dat is 1 en 2. Ja, ik vind het eigenlijk wel mooi geweest wat we allemaal deze episode hebben kunnen vangen. Dit is zo fucking nice, hè. De buren zullen wel denken, oh mijn god, Job wordt weer eens verkracht. Nee, maar dit is, oh my god. Dit is niet te geloven. Ik geloof dit gewoon niet. Oh, dankjewel Minecraft. Wordt het volgende episode toch maar weer een vis episode? Ik denk het wel. Bedankt voor het kijken en later. Fuck yeah! Woo!